helemaal leuk dat jullie kijken naar Fam. En vandaag ga ik het hebben over mijn 5 favoriete crop tops. Ik had Shannon het al over haar favoriete zomernagellak. En deze week, je raadt het al, is het thema week op Fam. En het thema van deze week is mijn top 5. Puntje. Nou, voor de mensen die niet weten wat crop tops zijn. Crop tops zijn eigenlijk gewoon topjes die zijn afgesneden. Het wordt echt zo crop. En ze zijn meestal wat korter, komen vaak ongeveer tot je navel. En je ziet de laatste tijd heel erg veel. De H&M heeft ze, Bershka, Forever 21 heeft er echt heel veel. Maar ik vind ze zelf heel erg leuk en ik laat vandaag een 5 favorieten zien. De eerste is van de Forever 21 en ik vind dat deze een hele mooie kleur blauw heeft. Het is toch een soort tint die je niet vaak ziet. En als je van dichtbij kijkt zie je ook dat hij een soort denimachtig effectje heeft. Ja, het lijkt een beetje gewassen. Ook in combinatie met dit broekje van de Bershka, die high-waisted is, vind ik het heel erg tof. De tweede, die draag ik de laatste tijd echt heel vaak. Deze van River Island en ik vind het heel erg mooi dat hij zo'n detail heeft bij de schouder, dat zeg maar off-shoulder is. En ook, ja, wit vind ik altijd leuk, past bij heel veel dingen. En deze combineert heel makkelijk en staat leuk in combinatie met een rokje, maar ook wat stoerder met zo'n shortje. Deze vind ik ook heel erg mooi, de kleur Bordeaux. Ik hou van Bordeaux en ook hierbij een effect bij de schouders. Dat vind ik heel mooi, dat detail. Ook in combinatie met deze ketting, zo'n statement ketting, vind ik dat het net wat meer afmaakt. Deze vind ik meer grappig. Hier staat keigoed shameless op, gewoon schaamteloos. En ook, ja, ik weet niet, ik vind het wel wat hebben, zoiets. Dat zie je niet vaak. En ook het printje met die roosjes vind ik heel erg leuk. Het staat een beetje grungy. Iets stoerder. Deze vind ik ook heel leuk, heel zomers. De achterkant heeft ook een heel tof detail. De kleur is ook heel tof. Ik moet eerlijk toegeven, in het begin dacht ik dat dit een vestje was. Want als je naar de achterkant kijkt ook, het is vrij ingewikkeld. Ik wist niet hoe je hem aan moest doen. Faal. Maar ik vind het, ja, juist wel leuk. En ook met die bolletjes aan de onderkant. Hij is ook heel lekker luchtig. Dit was het. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. In de beschrijving zal ik wel neerzetten waar de items vandaan komen. En dan zie ik je volgende week weer. Dat kan ik even laten zien. Ze hebben een redelijk lang kwastje. Zal ik het misschien beter zien?